Zullen we gaan beginnen? We zijn aangekomen bij Johannes 19 weer. Ja, we zijn al ver gevorderd in het boek. Ja, we hebben vorige keer zijn we begonnen met het kijken naar de lijdensweg van Jezus. Eerst in hoofdstuk 17 hebben we nog gekeken naar hoe Jezus echt gewoon krachtig heeft gebeden voor ons en hoe bemoedigend dat was. En eigenlijk een kijkje in de troonzaal met Jezus in gesprek met de Vader. Dat hij bidt dat we bewaard mogen blijven, dat we één mogen zijn, dat we geheiligd mogen worden door de waarheid. Uw woord is de waarheid. En vorige keer zijn we uitgekomen bij de gevangenneming. Zo gingen de Hof van Gethsemane in. En daar ging Jezus ook nog bidden. En dat de drinkbeker aan hem voorbij mocht gaan, maar niet mij wil, maar u wil geschieden. Met drie apostelen ging hij die hof in, die tuin in. En hij zei tegen hem: waak en bid dat u niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Het is zo belangrijk dat we in gebed zijn voor de dingen van de Heer. We hebben het ook gehad over de gevangenneming en Petrus en wat er allemaal misging in zijn leven met allemaal wijze lessen, ook voor ons, waar we op mogen letten. En dan komen we bij hoofdstuk 19 aan. Maar voordat we beginnen met hoofdstuk 19... wil ik eerst dit stukje voorlezen. Ik had het ook al op de app gezet. Maar ik vind het wel een hele mooie introductie op hoofdstuk 19. Uit Hebreeën 12 vers 1. Daar staat: wel nu dan. Laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, allemaal gelovigen die de eindstreep al hebben gehaald in hoofdstuk 11. Laten we afleggen alle last en de zonde. Alle last, dat zijn allemaal dingen die je verhinderen om Jezus goed te kunnen volgen. En de zonde, die ons zo gemakkelijk verstrikt. We kennen het verhaal van de doornen en de distels. Laten we met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Dat is echt volhouden en doorduwen. De wedstrijd lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus. De leidsman of leider en volleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Hij zag de vreugde in het vooruitzicht. Hij zag zijn verheerlijking bij de Vader. Hij zag ook de bruid. Hij zag ook ons en al die vreugde die in het vooruitzicht was gesteld. En hij heeft dus het kruis verdragen en de schande veracht. En er staat er: let toch scherp op hem die zo'n tegenspraak van de zondaars tegen zich heeft verdragen, dat u niet verzwakt en bezwijkt in uw zielen. We moeten scherp op hem letten, die zo'n tegenspraak van de zondaars tegen zich heeft verdragen, hebben we de hele tijd door al gezien. Die tegenspraak van de fariseeën waren wel religieuze, maar Jezus heeft ook gezegd: jullie zijn uit de vader van de leugen. En dat zijn gewoon ongelovigen, zondaars. Hij heeft dat allemaal verdragen en nu op het eind dan zie je dat het echt alleen maar erger wordt. Het is een verschrikkelijk oneerlijk proces. Maar hij heeft dat verdragen. Wat mogen wij dan wel niet verdragen als hij dit verdragen heeft voor ons? Opdat u niet verzwakt en bezwijkt in uw zielen. En dat we dezelfde doorzetting hebben en echt richten op niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Velen zijn gedood omwille van het evangelie. Velen zijn gemarteld omwille van het evangelie. Velen hebben moeten zeggen: zweer Jezus af of je krijgt een kogel of je krijgt een zwaard. En die zijn gedood om het evangelie. Wat is dan ons excuus om, hij zegt: u hebt niet tot bloedens toe weerstand geboden in uw strijd tegen de zonde. Vaak zie je vervolgde christenen dat ze heel oprecht en serieus zijn. Maar wij die in een vrij land leven, hoeveel te meer zouden we niet gewoon dankbaar mogen zijn en echt ons zo richten op de Heer, afleggen alle last en zonde waar hij zo duur voor betaald heeft. En dat is goed om in gedachten te houden als we zo die lijdensweg bekijken, dat we in gedachten houden en straks ook het avondmaal vieren en aflopen. En dat we volharden en steeds denken aan het lijden van hem. Jezus is al voor het Sanhedrin geweest. En we hebben het verhoor bij Annas gezien, het verhoor bij Caiaphas in de nacht. En dan in de ochtends in de vroegte ook weer het verhoor van Caiaphas. En er waren allerlei beschuldigingen. Hij maakt het volk afvallig. Hij zou de tempel afbreken en in 3 dagen weer opbouwen. Hij verbiedt belasting te betalen aan de keizer. Heeft hij nooit gezegd. En hij heeft gezegd dat hij Christus de koning is en de zoon van God.
Ofwel, hij is aan God gelijk. Maar ja, goed, dat is geen beschuldiging. Het is een beschuldiging, maar hij is dat ook. Hè? Dus, maar zij geloven dat niet. Hij is voor Pilatus geweest, voor Herodes. En er is ook een tweede verhoor voor Pilatus. En we zullen daar vandaag ook nog weer een stukje van meekrijgen. Maar het bijzondere is dat zowel Pilatus en Herodes, die vinden geen schuld in hem. Tot drie keer toe zegt Pilatus in hoofdstuk 18 en 19, ik vind geen schuld in hem. Johannes 18 vers 38, dat eindigt met, ik vind geen schuld in hem. En ze hadden het over de waarheid. Jezus kwam om voor de waarheid te getuigen. Ieder die uit de waarheid is, geeft aan mijn stem gehoor. Pilatus zegt tegen hem, wat is waarheid? En daarop het eerstvolgende wat hij zegt, spreekt hij eigenlijk waarheid. Ik vind geen schuld in hem. Bijzonder dat de Joden wel schuld in hem vinden. Als we dan bij hoofdstuk 19 aankomen. We waren eigenlijk geëindigd nog met, wie zal ik vrijlaten? Jezus of Barabbas? En Barabbas die wordt dan uiteindelijk vrijgelaten, weten we. En terwijl Jezus had eigenlijk vrijgelaten moeten worden. En Jezus, daar zie je een beeld in, die gaat eigenlijk in de plaats van een ander. In onze plaats gaat hij eigenlijk. Wij worden vrijgelaten, omdat Jezus stierf, zeg maar. En hij is eigenlijk een plaatsvervangend offer. Niet eigenlijk, hij is het plaatsvervangende offer. Maar je ziet daar een beeld, een plaatje in. En dan begint hoofdstuk 19 gelijk met, toen nam Pilatus dan Jezus en geeselde hem. Over een oneerlijk proces gesproken. Hij vindt geen schuld in hem, maar ik zal hem toch even afranselen. Dat klopt natuurlijk. Dan gaan alle alarmbellen, die gaan dan af. Hè, als je dat zo hoort. Hè, dat iemand onschuldig wordt bevonden. Maar om het volk eigenlijk te pleasen, wordt hij compleet afgeranseld. En als je beseft wat voor martelwerktuig dat was, zo'n geesel. Dat was een soort zweep, maar daar staat ook stukjes bot in geknoopt. En stukjes glas, en stukjes metaal. En dat was gewoon echt bedoeld om een huid van iemand bewust helemaal kapot te rijden. En het was een martelmethode die vaak gebruikt werd voor mensen die toch al veroordeeld waren tot de dood. Of een of andere zware misdrijf, hè, die in ieder geval een flinke pak slaag moesten krijgen. Het was ook bedoeld om nog onopgeloste zaken verder op te lossen. Dat ze ook meteen schuld zouden bekennen of nieuwe informatie erbij geven. En het is zo'n zware afranseling dat dan meestal ook wel, hè, dat ze de informatie die ze wilden er ook wel uit kregen. Maar goed, Jezus krijgt dus zo'n geeseling. Eigenlijk als je de synopsis bekijkt, hè, alle evangeliën op volgorde, wordt hij eigenlijk zelfs twee keer gegezeld. Eén keer licht en één keer zwaar. En dat is niet te zuinig. Na zo'n geeseling dan uiteindelijk overlijden heel veel mensen. Die overlijden daar gewoon al aan. Hè. Die bloeden dan uiteindelijk dood na verloop van tijd. Maar we weten dus dat Jezus nog een verdere weg te gaan heeft. En de soldaten die vlochten een kroon van doornen en zetten die op zijn hoofd. En zij deden hem een purperen bovenkleed om. En zeiden, gegroet, koning van de Joden. En zij gaven hem slagen in het gezicht. Hij is op een gegeven moment overgeleverd aan de legerafdeling. En dat is waar dit gebeurt. Waar de soldaten dus een kroon vlechten voor hem. En die is van doornen. Van doornen en een purperen kleed, dat is het kleed van koningschap, zeg maar. En ze bespotten hem, ze gaan voor hem op de knieën en ze aanbidden hem zogenaamd. Geven hem vuistslagen als je al die gedeeltes vergelijkt. En ze slaan hem ook met een rietstok, slaan ze op zijn hoofd, hè, waar hij dus die doornen op heeft. Maar als je nadenkt over de doornen, is het ook wel bijzonder dat eigenlijk wat er misging in de Hof van Ede was dat men zondigde. En door de zonde kwam er vloek over de aarde. En een van de onderdelen van die vloek was dat er de aarde nu ook doornen en distels zou voortbrengen. En hoe typisch is het dat juist
Een kroon van doornen op zijn hoofd wordt gezet. En we ook weten dat Jezus de vloek zal dragen. En dit is een voortvloeisel uit de vloek. En die wordt op zijn hoofd gezet en ze meppen er nog met een rietstok bovenop. Hij wordt gewoon zwaar en zwaar afgeranseld. Pilatus kwam dan weer naar buiten, vers 4, en zei tegen hen, zie, ik breng hem tot u naar buiten, opdat u weet dat ik geen schuld in hem vind. Misschien had Paulus nog zoiets van, als ik hem gewoon afransel en ik laat hem, of Pilatus, sorry, als ik hem afransel en ik laat hem zo zien aan de mensen, dat ze misschien nog medelijden met hem hebben. En dat ik niet verder hoef te gaan, weet het niet. Maar hij zegt in ieder geval erbij, omdat u weet dat ik geen schuld in hem vind. Jezus kwam dan naar buiten met de doornenkroon op en de purperen bovenkleed aan. En Pilatus zei tegen hen, zie de mens. En toen de overpriesters en de dienaars hem zagen, schreeuwden zij, kruisig hem, kruisig hem. En Pilatus zei tegen hen, neemt u hem en kruisig hem. Want ik vind geen schuld in hem. Voor de derde keer zegt hij dat. Maar hij stelt hem dus voor aan de mensen, misschien hopend van, ja, het is zo wel genoeg geweest. Hij is helemaal afgeranseld. Als we naar de profetieën gaan en we kijken naar Jesaja 53, dan zie je een hele gedetailleerde omschrijving van hoe hij is afgeranseld. Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen, Jesaja 53 vers 3. Een man van smarten, bekend met ziekte en als iemand voor wie men het gezicht verbergt. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Voorwaar, onze ziekte heeft hij op zich genomen. Ons leed heeft hij gedragen. Wij hielden hem voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. Maar hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. En de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. Door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Wij dwaalden allen als schapen en wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de Heere heeft de ongerechtigheid van ons allen op hem doen neerkomen. Eigenlijk zie je 7 stappen van vernedering, wat ze allemaal met Jezus hebben gedaan. Als je zo alle evangelieën op een rij zet. Hij is bespuugd. Hij heeft vuistslagen in het gezicht gehad. En dit was al bij het Sanhedrin, zeg maar. Vervolgens heeft hij die doornenkroon opgehad. Hij is met een stok geslagen op zijn hoofd. En we weten dus dat hij gegezeld is, helemaal afgeranseld. En vervolgens heeft hij ook nog het kruis moeten dragen. Maar als jij zo'n afranseling hebt gehad, als jij zo veel klappen hebt gehad, en ik denk dat er allemaal wel eens een keer een moment van zo pijn hebt gehad, dat je helemaal trilt en je spieren eigenlijk niet meer werken. Daarom moest ook zijn kruis overgenomen worden door iemand anders. En uiteindelijk is hij gekruisigd. En de kruisiging is echt een hele, hele zware marteling. Een heel zwaar martelwerktuig. En de nagels, die gaan, soms zie je ze tekeningen met gaten in de handpalm van Jezus, maar het is meer waarschijnlijk dat ze door de pols zijn gegaan, omdat ja, waarschijnlijk het gewicht het niet zou houden, het gewicht van het lichaam, en het zou uitscheren. Dus waarschijnlijk is hij hier door zijn pols heen, net bij zijn hand, doorboord, waar dus ook zenuwen zitten. En dat is enorm pijnlijk als daar een nagel doorheen gaat. En bij elke ademhaling voel je die pijn. Dat schiet door je hele lichaam heen. Ook door de voeten. En daar gaat het door de wreef. En je hele gewicht rust daarop. En op een gegeven moment doet het zoveel pijn. En ze kunnen bijna niet ademhalen van de pijn. Dat ze eigenlijk korte ademhalingen maken. En dat is wat ze uiteindelijk onderzocht hebben. Hele korte ademhalingen. Hè, om maar niet die pijn te ervaren. Maar je moet af en toe, moet dat lichaam toch een grote hap adem hebben. En dan drukken ze zichzelf op met de voeten aan de nagel. Maar dat is natuurlijk ontzettend pijnlijk. Maar als je beseft dat de rug van Jezus ook nog helemaal kapot geslagen was, elke keer als hij zich weer moest ophijsen, werd eigenlijk zijn rug weer opengetrokken. Dit is gewoon een complete afslachting. Precies zoals Jesaja 53 heeft voorzegd. En dit deed hij allemaal voor ons.
Dit is Gods liefde die voor ons vloeit. Dit is een plaatsvervangend offer voor ons. Jesaja 52, dat is net dat stukje ervoor van Jesaja 53. Zegt, zie, mijn knecht zal verstandig handelen. Hij zal verhoogd worden en verheven. Ja, zeer hoog verheven worden. Zoals velen zich over u ontzet hebben, zo geschonden was zijn gezicht. Meer dan van iemand anders. En zijn gestalte, meer dan van andere mensenkinderen. Hij is helemaal kapot gemapt. Zo zal hij vele heidenvolken besprenkelen. Koningen zullen vanwege hem sprakeloos staan. Want zij aan wie het verteld was, zullen het zien. En zij die het niet gehoord hebben, zullen het begrijpen. Dan gaat hij verder met wie heeft onze prediking gehoord. En zo begint Jesaja 53. Zo geschonden was zijn gezicht, meer dan van iemand anders. En zijn gestalte meer dan van andere mensenkinderen. Ongekend hebben ze hem afgeranseld. Dat is eigenlijk wat hier staat. In 1 Petrus 2 vers 21, daar staat, hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor ons geleden heeft en hij laat ons zo een voorbeeld na, opdat u zijn voetsporen zou navolgen. Wat is ons excuus om hem niet te volgen, hem te gehoorzamen en ook de wil van de Vader te doen, als hij zo'n voorbeeld heeft getoond van een lijdensweg om af te rekenen met de zonde? Hij die geen zonde gedaan heeft en in wiens mond geen bedrog gevonden is. Die toen hij uitgescholden werd, niet terugschold. En toen hij leed, niet dreigde, maar het overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt. Die zelf onze zonde in zijn lichaam gedragen heeft op het hout. Opdat wij voor de zonde dood voor de gerechtigheid zouden leven. En door zijn striemen bent u genezen. Want u was als dwalende schapen, maar u bent nu bekeerd tot de herder en opziener van uw zielen. Jezus moest zo opengereten worden. Die striemen moesten op zijn lichaam komen, zodat er voor ons genezing kon plaatsvinden. En dit wordt heel vaak aangehaald, die genezing uit Jesaja 53 als zijnde lichamelijke genezing. Maar je ziet hier heel duidelijk dat dit gaat over, want u was als dwalende schapen, maar u bent nu bekeerd tot de herder en opziener van uw zielen. De echte ziekte, dat is de zonde die in ons is. Door zijn striemen bent u genezen, zodat u voor de zonde dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Op dat moment dat we vergeven worden, dan hebben we ook geleerd in Efeze al van, dan schenkt God ons dat leven, het nieuwe leven, om in gerechtigheid te kunnen wandelen, zodat we door de geest kunnen leven. En we moeten dat voeden met Gods woord, met dingen van de geest en de geest niet uitblussen. En de uiteindelijke genezing gaat natuurlijk plaatsvinden als we bij de Heer zijn in de eeuwigheid. En waar die bomen zijn van met de bladeren tot genezing van alle heidenvolken. En waar geen pijn meer zal zijn, geen moeite, geen dood. Dat is de volkomen genezing. En als God nu al wil genezen, is dan natuurlijk prachtig. En gelukkig zien we dat gewoon ook op momenten dat hij dat doet. Dus in vers 6, de overpriesters hebben geen medelijden met hem en die zeggen, en de dienaars, en ze schreeuwden, kruisig hem. En Pilatus zei tegen hem, neemt u hem en kruisig hem, want ik vind in hem geen schuld. En de Joden antwoordden hem, wij hebben een wet en volgens onze wet moet hij sterven, want hij heeft zichzelf Gods zoon gemaakt. Nou, er is maar één God. Nou, als je één van de 10 geboden overtreedt en een andere God aanbidt, dan op heel veel van de 10 geboden stond gewoon de doodstraf. Nou, zij vinden dat hij nu God lastert en zij vinden dat hij de doodstraf moet hebben. Hij heeft zichzelf Gods zoon gemaakt, maar toen Pilatus deze woorden hoorde, werd hij nog meer bevreesd. Hij was al bevreesd, want zijn vrouw die had hem natuurlijk al te kennen gegeven dat ze een droom had gehad over deze man. En dat had haar onrustig gemaakt. En ze had een boodschap doorgekregen, eigenlijk van laat je niet in met deze rechtvaardige. En nu hoort hij dat hij zichzelf Gods zoon heeft gemaakt. Waar heb ik mee te maken? Dit heb ik nog nooit meegemaakt. Je hoort hem bijna denken van, en hadden de Romeinen ook nog wel in hun religies, en geloofden in heel veel goden en
Ze geloofden ook dat goden naar de aarde konden komen en ineens rond konden lopen als mens. En dan bepaalde wonderen doen en zo. Dat is natuurlijk demonisch. Maar je ziet zulke voorbeelden ook wel in Handelingen. Je ziet zelfs dat ze op een gegeven moment Paulus en Barnabas zien als Zeus en... hoe heet die ook weer? Maar in ieder geval... Ja, ook als goden zien. En je ziet ook zo'n verhaal van een beeld wat volgens hun dan uit de hemel gevallen is. En in ieder geval, hij heeft zichzelf Gods zoon gemaakt en Pilatus weet niet waar hij mee te maken heeft. Hij schrikt hiervan. En hij ging opnieuw het gerechtsgebouw in en zei tegen Jezus, waar kom je vandaan? Maar Jezus gaf hem geen antwoord. Hij heeft genoeg uitgelegd. Pilatus zei tegen hem, spreekt u niet tot mij? Weet u niet dat ik macht heb u te kruisigen en macht heb u los te laten? Jezus antwoordde, u zou geen enkele macht tegen mij hebben als het u niet van boven gegeven was. En daarom heeft hij die mij aan u overgeleverd heeft een grotere zonde dan u. Het is zo krachtig dat Jezus dit zegt. Dat hij hier nog steeds vrijwillig staat. Hij staat hier vrijwillig om de wil van de Vader te doen. En die macht die aan Pilatus gegeven is, die komt van boven. Als het u niet van boven gegeven was, had je helemaal geen macht. En daarom heeft hij die mij aan u overgeleverd, heeft een grotere zonde dan u. En die hij is dan Caiaphas, maar indirect ook het volk Israël. Die heeft een grotere zonde. Je ziet hier ook gelijk dat er ook gradaties zijn in zonden. Iedere zonde is erg en verdient de eeuwige poel van vuur natuurlijk. En toch zijn er gradaties in zonden. Hier wordt gesproken over een grotere zonde. Maar misschien heb je zoiets van, ja weet je, we hebben natuurlijk al gezien dat Jezus, toen ze hem probeerden te grijpen, hij sprak en de menigte die viel achterover. Grote menigte van honderden mensen. Hij had de controle. Hij zei, laat die discipelen gaan. Mij moet je hebben. Hij had de controle. Misschien denk je, ja, zou hij nog steeds de controle hebben? Hij had het sowieso voorzegd dat hij moest gaan sterven. Maar ik vind een heel sterk stuk. Komt in Handelingen voor. En eigenlijk alles wat Jezus gezegd heeft, ook onder de discipelen. Gaat allemaal in vervulling. Ook over Judas, die een duivel was, dat hij verraden zou. Gaat allemaal in vervulling. Maar je zou soms denken op dit moment van de hel viert feest. De duivel viert feest. Hij lijkt hier de touwtjes in handen te hebben. Hij lijkt hier macht te hebben over alles. Bij Handelingen 4 vers 26 zie je ook heel duidelijk dat er gezegd wordt, de koningen van de aarde stellen zich op. En de vorsten spannen samen tegen de Heere en tegen zijn gezalden. Wat weer uit Psalm 2 komt. Want in waarheid tegen uw heilige kind Jezus, die u gezalfd hebt, zijn Herodes en Pontius Pilatus samen met de heidenen en de volken van Israël bijeengekomen om alles te doen wat uw hand en uw raadbesluit van tevoren bepaald had dat er gebeuren zou. Dit is geen foutje wat hier gebeurt. Dit is precies, het gaat precies volgens het raadsbesluit van God. Niet dat God de Vader Jezus heeft gekruisigd. Het is tegelijkertijd ook het werk van Satan. Maar hij staat hem toe deze weg te gaan omdat God een groot reddingsplan heeft. Van toen af probeerde Pilatus hem los te laten. Maar de Joden schreeuwden, als u deze loslaat, bent u niet de vriend van de keizer. Iedereen die zichzelf koning maakt, verzet zich tegen de keizer. Van toen af probeerde Pilatus hem los te laten, maar de Joden schreeuwden, als u deze loslaat, bent u niet de vriend van de keizer. En iedereen die zichzelf koning maakt, verzet zich tegen de keizer. De Joden en Pilatus waren natuurlijk geen vrienden van elkaar. Dat hadden we vorige keer al uitgelegd. En ze proberen eigenlijk Pilatus hier te pushen, hè, door te zeggen van Als jij hiermee doorgaat, deze heeft zichzelf tot koning gemaakt. Er is maar één koning, dat is de keizer. En er is maar één die we dienen. En dan ben je geen vriend van de keizer. Ofwel, van, dan zullen we dit eens even rapporteren over jou. En
Ze weten natuurlijk ook dat Pilatus de taak heeft de boel gesust te houden. Hè, dat het allemaal niet uit de hand gaat lopen. Dus ze hebben hier wel een sterke troef in handen om hem onder druk te zetten. En toen Pilatus dan deze woorden gehoord had, bracht hij Jezus naar buiten en ging op de rechterstoel zitten op de plaats die Lithostrotos genoemd wordt. En in het Hebreeuws Gabbata. Gabbata betekent de verhoging en Lithostrotos betekent iets geplaveid met stenen. Een of andere stoel zit daar en een zetel. En dat was de voorbereiding van het Pascha, ongeveer het 6e uur. En hij zei tegen de Joden, zie uw koning. Dus natuurlijk weer even terug naar hun sarre. Alsof Jezus een speelbal is. Zie uw koning. Dit is gewoon tergen. Maar zij schreeuwden, weg met hem. Weg met hem, kruisig hem. En Pilatus zei tegen hen, moet ik uw koning kruisigen? En de overpriesters antwoordden, wij hebben geen koning dan de keizer. En toen leverde hij hem dan aan hen over om gekruisigd te worden. En ze namen Jezus mee en leidden hem weg. Je ziet dat Pilatus geen enkele ruggengraat heeft. Het is totaal geen eerlijk proces. Het enige wat hier gebeurt is eigenlijk, hij probeert de gemoederen te sussen. Maar Pilatus zal hier ook rekenschap over afleggen. We horen eigenlijk na dit verhaal verder niet veel van Pilatus. Van Herodes horen we nog wel wat. Volgens mij in Handelingen 12, waar mensen op een gegeven moment Herodes eren. En zeggen ze, niet een mens, maar God. En omdat hij God de eer niet geeft, wordt hij ter plekke door de wormen gegeten. En hij geeft de geest, een afschuwelijke dood van Herodes. Maar terwijl Jezus zijn kruis droeg, ging hij op weg. Op weg naar de plaats die schedelplaats genoemd wordt. En in het Hebreeuws Golgotha. Nou goed, er zijn mensen die zeggen dat we weten nu waar die plaats is. Schedelplaats, er is daar een rots in de buurt. En dat lijkt op een schedel. En tegelijkertijd is het ook niet helemaal duidelijk van, zag die plek er toen de tijd ook hetzelfde uit? Is dat daadwerkelijk die plek? Nou, ik vind het niet zo heel belangrijk om me daar heel veel mee bezig te houden. Het allerbelangrijkste is het offer van Jezus natuurlijk. Dat is waar het hier om draait. Die plaats heet Golgotha. En daar kruisigen zij hem met twee anderen. Aan elke kant één. En Jezus in het midden. Heel kort staat er even geschreven, daar kruisigden zij hem. Maar hier gebeurt een van de grootste dingen in het hele universum, waar al vele profeten voorzeggingen over hebben gedaan. God heeft besloten dat in één moment in de hele geschiedenis, in het universum, Jezus zou sterven aan het kruis en daar zou hij de zonden op zich gaan nemen. Daar kruisigden ze hem en met hem twee anderen. Aan elke kant één en Jezus in het midden. Afgelopen zondag hebben we heel kort gekeken naar dat verhaal uit Lucas 23 van die misdadiger die daar tot geloof komt. Staat hier niet geschreven, omschreven, maar het is een bijzonder verhaal. En Pilatus schreef ook een opschrift en zette dat op het kruis. En er was geschreven, Jezus de Nazarener, de koning van de Joden. Dit opschrift dan lazen velen van de Joden, want de plaats waar Jezus gekruisigd werd, was dicht bij de stad. En het was geschreven in het Hebreeuws, in het Grieks en in het Latijn. Er zijn veel mensen in die plaats en iedereen kan het in zijn eigen taal eigenlijk lezen. De overpriesters van de Joden dan zeiden tegen Pilatus, schrijf niet de koning van de Joden, maar dat hij gezegd heeft, ik ben de koning van de Joden. En Pilatus antwoordde, wat ik geschreven heb, heb ik geschreven. En ik geloof persoonlijk dat dit door God gegeven is, dat zo geschreven is. Want één dag zal hij zich openbaren als de koning van de Joden. Zo'n bordje, was ook vaak het bordje waarmee, wanneer een vonnis voltrokken werd aan het hele publiek, eigenlijk getoond werd, dit is de reden waarom deze persoon gevonnist
waarom het vonnis valt, zeg maar. Nou, zij hadden zelf opgegeven, hij maakt zich tot een koning. Dus zegt Pilatus, nou, dan krijgt hij ook een bordje van de koning. Jezus, de Nazarener, de koning van de Joden. Hij moest toch een reden opschrijven waarom hij moest sterven. Hij zegt, wat ik geschreven heb, heb ik geschreven. Wat wel heel typisch is, is dat Pilatus hier wel heel star is. Hier wel zijn rug recht houdt over een bordje wat boven hem moet komen. Terwijl over de kruisiging zelf heeft hij totaal geen ruggengraat. Maar we weten dat dit moest gebeuren. Nadat de soldaten dan Jezus gekruisigd hadden, namen zij zijn kleren en maakten 4 delen. Voor elke soldaat een deel. En zij namen ook het onderkleed. Het onderkleed nu was zonder naad, van bovenaf als 1 geheel geweven. En zij dan zeiden tegen elkaar, laten wij dat niet scheuren, maar laten we erom loten voor wie het zal zijn. Opdat het schriftwoord vervuld zou worden, dat gezegd is, zij hebben mijn kleren onder elkaar verdeeld, en over mijn kleed hebben zij het lot geworpen. Dit hebben dan de soldaten gedaan. Je ziet eigenlijk, ja, denk je, hoe belangrijk is dit nou, het verloten van het kleed? Maar het zijn profetieën die in vervulling gaan. Zoveel details zien we vanaf de laatste week eigenlijk van Jezus, nadat hij Jeruzalem is binnengegaan. En de intocht in Jeruzalem zien we profetie na profetie na profetie in vervulling gaan. Voor ons om te laten zien, dit is geen toeval. Dit is gewoon vervulling van Gods wil. Maar hoe bizar is het dat je krijgt bijna de indruk dat die soldaten, dat dit gewoon routinewerk is. Hun werk zit er weer op. Kom, we verloten even die kleren. En alsof het hem bijna niks meer doet. Maar uit meerdere evangeliën weten we dat het hun straks wel wat zal doen. Daar kom ik straks nog op terug. En bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder, de zuster van zijn moeder, en Maria, de vrouw van Clopas, en Maria Magdalena. Nou, zijn moeder, dat is natuurlijk hartverscheurend. Ik ben geen moeder, ik ben een vader, maar het mag duidelijk zijn, maar ik hou ontzettend veel van mijn kinderen. Maar ik weet dat de band tussen een moeder en een zoon heel erg bijzonder is. En die is heel sterk. Ik hou van mijn kinderen, maar ik heb het gevoel dat het houden van een vrouw van haar kinderen, dat het op een of andere manier dieper gaat. Of in ieder geval op een andere manier is. Ze hebben een kind ook 9 maanden gedragen. En de moeder van Jezus, die staat hierbij. En kun je voorstellen dat jouw eigen zoon daar hangt aan het kruis. En jij had verwacht, oh, dit is de Messias. Dit is degene die het volk gaat vrijmaken. Waar ze altijd op wachten. Simeon had al een voorzegging gehad dat hij de dood niet zou zien totdat hij de zaligmaker zou zien. En Simeon heeft tegen Maria gezegd, door uw eigen hart zal het zwaard gaan. En het gaat natuurlijk over de bekering, maar wat moet hier het zwaard door het hart van de moeder zijn gegaan? Wat een verdriet. En de zuster van zijn moeder, die was er ook. En dat is waarschijnlijk de moeder van Jacobus en Johannes, van de zonen van Zebedeus. En Maria, de vrouw van Clopas, en Maria Magdalena. Maria Magdalena kennen we ook. Dat was die vrouw waar 7 demonen uitgedreven zijn op een bepaald moment. Dus die wist ook wat de kracht van Jezus was. Toen Jezus zijn moeder zag en de discipel die hij lief had, en die zag hij bij haar staan, zei hij tegen zijn moeder, vrouw, zie uw zoon. Daarna zei hij tegen de discipel, zie uw moeder. En vanaf dat moment nam de discipel haar in zijn huis. Dat is bijzonder dat Jezus aan het kruis hangt en eigenlijk zijn moeder nog eert. Het lijkt erop dat ze weduwe is geworden en dat Jozef inmiddels al gestorven is. En ja, eigenlijk dus, waarschijnlijk is dit weer Johannes, zegt van ja, hè, dus eigenlijk, vrouw, zie hem vanaf nu als je zoon en zoon, zie hem als je moeder. En dat hij eigenlijk wil dat waarschijnlijk Johannes dus voor haar gaat
zorgen vanaf nu. En dit is eigenlijk het afscheid van Jezus met zijn moeder. En ik vind het zo bijzonder als je kijkt naar de woorden van Jezus aan het kruis. Dat Jezus heeft eigenlijk 7 woorden of 7 contactmomenten gehad. Of in ieder geval dingen gesproken aan het kruis. Toen hij net gekruisigd werd, waren zijn woorden: Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. De Romeinse soldaten hebben hem gekruisigd en hij, Jezus, vanuit zijn liefde voor de mens, spreekt uit: Vader, vergeef het hen. Na zo'n afranseling, na zo'n oneerlijk proces. En dan ook nog gekruisigd, zegt hij nog: Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Tegen die misdadiger, nadat hij zegt en dat hij God vreest en erkent dat Jezus rechtvaardig is en zij daar rechtvaardig hangen en Jezus onrechtvaardig. Hij vraagt: wilt u mij gedenken als u in het paradijs bent? En dan zegt Jezus: vandaag zul je met mij in het paradijs zijn. Nog steeds is Jezus met de mens bezig. En hij eert dus zijn moeder, zien we hier. En uiteindelijk in Matthäus 27, vers 46 spreekt hij ook nog uit: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? De zonde komt hier ten volle op Jezus terecht. En dat kan God de Vader niet aanzien. Dan moet er een afstand genomen worden tussen de Vader en de Zoon. Dit is, geloof ik, het enige moment dat ze even niet in eenheid zijn. Maar Jezus de zonde en de dood moet dragen. In de volgende zin, vers 28. Hierna zei Jezus, omdat in Johannes 19, vers 28. Hierna zei Jezus, omdat hij wist dat nu alles volbracht was, opdat het schriftwoord vervuld zou worden, zei hij: ik heb dorst. Het is bijzonder dat Jezus, die gezegd heeft: wie van het water drinkt wat ik hem geven zal, zal tot in eeuwigheid geen dorst meer hebben. Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste komen. Vanuit God, vanuit Jezus, komt ook de bron van het leven, het water des levens. En hij hangt hier en zegt: ik heb dorst. En natuurlijk waarschijnlijk gewoon lichamelijke dorst. Het zou mogelijk best kunnen dat hier een diepere geestelijke lading achter zit. Dat hij zegt: ik heb dorst. Afgesneden van het leven wordt hij. En uiteindelijk, in vers 29 lezen we verder: er stond een kruik vol zure wijn en ze vulden een spons met zure wijn, staken die op een hyssopstengel en brachten die aan zijn mond. Het is gewoon hele goedkope wijn, waarschijnlijk die de soldaten gebruikten. En toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zei hij: het is volbracht. En hij boog het hoofd en gaf de geest. We zien dat hij op andere plekken, dat hij eigenlijk op het eind nog schreeuwt en dan de geest geeft. Het is volbracht. Mogelijk heeft hij dit ook uitgeroepen. En Vader, in uw handen beveel ik mijn geest, zegt hij in Lucas 23, vers 46. En dan geeft hij de geest. En Jezus geeft de geest. Hij had gezegd: ik heb macht om mijn leven te geven en ik heb macht om het te nemen. Jezus gaf de geest. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Wat een genade dat hij eigenlijk tot aan het kruis nog steeds met de mensen bezig is. Nog steeds zijn liefde laat stromen, terwijl de haat van de wereld eigenlijk op hem valt. En de toorn van God en de wraak van God op hem neerkomt en hij verbrijzeld wordt. En hiermee verheerlijkt hij de Vader. Tegelijkertijd, ik wil een foto maken. Tegelijkertijd zien we dat er aan het kruis heel veel dingen zijn gebeurd. Of rondom het kruis. Om de hele wereld te laten zien op dat moment van: hier is echt iets serieus gaande. Want in de andere evangelie lezen we dat er duisternis was van 3 uur lang, midden op de dag. Van 12 tot 3 is er duisternis geweest. En er zijn zelfs Bijbels die het vertalen als met: the sun stopped shining. En dit is vermoedelijk geen eclipse geweest, maar the sun stopped shining. Er was een aardbeving tijdens de kruisiging. Terwijl Jezus daar hing, was er een aardbeving en de rotsen die splijten op dat moment.
We weten ook dat het voorhang scheurt. Het voorhang is gescheurd van boven naar beneden. We weten ook dat de graven zijn opengegaan op dat moment. Die gingen spontaan open. En dat er ook na de opstanding van Jezus zijn er mensen uit die graven opgestaan. Ja, ook een bewijs, een soort sneak preview van Jezus heeft macht over leven en dood. Hier gebeurt iets wat opmerkelijk is. Hier gebeurt iets waar je niet omheen kan. En uiteindelijk het grootste wonder is natuurlijk de vergeving van de zonde door zijn bloed. Maar dat was niet zichtbaar voor de duisternis. Dat was niet zichtbaar voor de wereld. Maar voor degene die in hem geloven is dat wel zichtbaar. En dat zijn bloed vergoten moest worden. En dat hebben we natuurlijk zondag over gehad. Zijn bloed wordt vergoten tot vergeving van zonde. En dat zagen we in Efeze 1 vers 7. En in Colossens 1 vers 14. En in Hebreeën 9, zonder vergieten van bloed vindt er geen vergeving van zonde plaats. We hebben zondag ook gezien in Colossense 2 vers 14 dat zelfs de wet meegenageld is aan het kruis. De wet die tegen ons getuigt. Die eigenlijk zegt van, jij hoort het oordeel te ontvangen. Jezus vervult dit allemaal. Het was ook het uur waarop eigenlijk de offers klaargemaakt werden in de tempel. De avondoffers, ook het paaslam werd klaargemaakt in de tempels, in de tempel. En de priesters die moeten dit ook allemaal meegemaakt hebben. Die moeten dit allemaal gezien hebben. Er was waarschijnlijk volop activiteit in de tempel. En het voorhang scheurt van boven naar beneden, aardbeving. We lezen ook in Handelingen 6 dat er een grote menigte van priesters tot geloof komt. Hier kun je niet omheen. Dit is zo krachtig wat God hier doet. Zelfs de Romeinse soldaten, heel veel denken alleen een soldaat, maar soldaten, zie je ik dacht in Lucas, maar die zeggen werkelijk, dit was de Zoon van God. Als Jezus uitroept, het is volbracht, it is finished, en dan lezen we in de grondtekst, tetelestia. En tetelestia, dat heeft meerdere betekenissen. Sowieso even als Jezus roept het is volbracht. Wat heeft hij volbracht? Hij heeft de wet vervuld. Alle ceremoniële wetten. Hij heeft het priesterschap vervuld. De offers heeft hij vervuld. Het oordeel is natuurlijk weg. Ook de feesten zoals hij is het Pascha. Ons lam voor ons geslacht. Dat is wat hij allemaal vervult. Het is volbracht. Hij vervult de profetieën. Jesaja 53 wat we net zagen. Daniel 9. Hebben we ook bestudeerd, we lezen dat de Messias moest afgesneden worden. Je had sowieso 613 wetten totaal. Daarvan had je een deel was ceremonieel, een deel was moreel, hè, zoals de 10 geboden. En een deel was civiel, dat waren burgerlijke wetten. De ceremoniële wetten hadden allemaal met de tempeldienst te maken. Hoe de priesters zich moeten kleden. Dat je een hoge priester hebt. Dat je bepaalde offers op een bepaalde manier moet brengen. Dat waren allemaal ceremoniële wetten. Hoe de tabernakel opgebouwd moest worden. Dat heeft hij allemaal vervuld. Daarom scheurt ook dat voorhang en baant hij de weg tot de Vader. Hij is een grote hoge priester. Zeg. En wat ook vervuld is dat Jezus de beker heeft gedronken. Hij heeft op dit moment de beker gedronken waarvan hij vroeg, als het mogelijk is, mag die van mij voorbij gaan. Maar dat tetelestia, dat is een interessante term, want die term die wordt eigenlijk op meerdere fronten gebruikt. Op meerdere fronten wordt die gebruikt in de Romeinse tijd. Zeg maar. Het was een term van een slaaf die meldt dat zijn taak erop zit. Als een slaaf een bepaalde taak erop had zitten, dan zei hij tetelestia. Het was ook een term die een priester gebruikt als een offerdier. Als bij een offerdier geconstateerd werd, die heeft geen gebrek. Dan werd er gezegd tetelestia. Het is ook een term die een kunstenaar gebruikt als bijvoorbeeld zijn schilderij klaar is. Hè, dan zegt hij tetelestia. Hè, dan is het plaatje is dan compleet. Het is ook een term van een handelaar. Een handelaar, ja, handelaren die gebruikten dat om te zeggen,
dat een schuld volledig betaald was. Dan kwam er op een document te staan tetelestia. Het is wel interessant als je dat beseft en dan Jezus zegt tetelestia, het is volbracht. Mijn taak zit erop. Het offerdier, het lam wat geslacht is, zonder gebrek. Het plaatje is nu helemaal compleet. En de schuld is volledig betaald. We zien natuurlijk ook nog allemaal beelden van het offer van Jezus door het hele Johannes-evangelie. Al meteen in het begin zien we dat Johannes de Doper zegt, zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Johannes 1 vers 29. Hij spreekt ook over dat hij de tempel is die afgebroken wordt. Breek deze tempel af en ik zal hem in 3 dagen opbouwen. Spreekt hij over zijn eigen lichaam. Hij had ook aangegeven, zoals de slang verhoogd wordt, zo moet ik ook verhoogd worden. En het was de slang in de woestijn. Als mensen gebeten waren door de slang, door de ongehoorzaamheid, stuurde God slangen. En op dezelfde manier zijn wij eigenlijk gebeten door de slang, door de zonde. Het gif van de zonde zit in ons. En als wij kijken naar het kruis zoals zij toen keken naar die slang, dan zouden ze genezen worden. Zo ontvangen wij eeuwig leven. Een ander beeld wat we zien is dat Jezus zegt dat hij een herder is die zijn leven geeft voor zijn schapen. Een ander beeld is ook dat Jezus heeft gezegd en dat de tarwe moet in de aarde vallen, zodat hij veel vrucht voortbrengt. Dit moest gebeuren. Jezus moest sterven als een zaad. Zo werd hij eigenlijk geplant om veel vrucht voort te brengen. In vers 31, opdat de lichamen niet aan het kruis zouden blijven op de Sabbat, omdat dat de voorbereiding was, want de dag van de Sabbat was een grote dag, vroegen de Joden dan aan Pilatus of hun benen gebroken en zij weggenomen mochten worden. De soldaten dan kwamen en braken wel de benen van de eerste en van de andere die met hem gekruisigd was. Maar toen ze bij Jezus kwamen en zagen dat hij al gestorven was, braken zij zijn benen niet. Maar een van de soldaten stak een speer in zijn zij en meteen kwam er bloed en water uit. In Deuteronomium 21, daar staat een wet. En dat is de reden waarom zij eigenlijk willen dat die lichamen weggehaald worden. In Deuteronomium 21 vers 22 staat, verder wanneer iemand een zonde begaan heeft waarop de doodstraf staat en hij gedood wordt en u hem aan een paal hangt, dan mag zijn dode lichaam niet aan de paal overnachten, maar u moet hem beslist diezelfde dag nog begraven. Een gehangene is namelijk door God vervloekt. U mag uw land dat de Heer uw God u als erfelijk bezit geeft niet onrein maken. En dit is ook weer zo dubbel dat ze zich druk maken om deze wet. Want ze willen het land niet onrein maken als er nog een vervloekte, een dood lichaam aan de paal hangt. Maar ondertussen verontreinigen zichzelf gigantisch. Een grote zonde begaan ze door Jezus te kruisen. Maar dit is in ieder geval de reden waarom ze willen dat die lichamen snel afgehandeld wordt. En dat breken van de benen, dat kun je natuurlijk wel voorstellen, dan komt het volle gewicht op je armen. Je hebt niet meer de mogelijkheid om nog overeind te komen. En dan sterven ze snel. Dan stikken ze eigenlijk. Maar het bijzondere is, en dit was ook weer een voorspelling, dat zijn benen niet gebroken zouden worden. Zijn zij zou doorstoken worden. Ze doorsteken hem met een speer en er kwam bloed en water uit. Er zijn mensen die hangen hier betekenissen aan wat dan het bloed is en het water en waarom dat specifiek zo alle twee genoemd werd. Ik weet het niet precies. Ik weet niet of dat een hele diepe betekenis heeft. En hij die het gezien heeft, vers 35, die getuigt ervan en zijn getuigenis is waar. En hij weet dat hij de waarheid spreekt, opdat ook u gelooft. Want deze dingen zijn geschied, opdat het schriftwoord vervuld wordt, geen been van hem zal gebroken worden. En ook, en we ziet hier meerdere profetieën in vervulling gaan, en verder zegt een ander schriftwoord, zij zullen zien op hem die zij doorstoken hebben. En dat is
Zacharia 12 vers 10. Later herhaalt Jezus het zelf ook nog in Openbaring 1 hebben we dat gezien. De Joden zullen zien wie zij er stoken hebben. Dat is Zacharia 12 vers 10. Maar uiteindelijk zal de hele wereld zal het zien wie zij er stoken hebben. En eigenlijk nog een profetie haalt Paulus ook weer hier aan. En Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor onze vloek te worden. Want er staat geschreven, vervloekt is ieder die aan het hout hangt. En daar haalt hij eigenlijk dat Deuteronomium 21 van zo net aan. En daarna vroeg Jozef van Arimathea, die een discipel van Jezus was, maar in het geheim, uit vrees voor de Joden, aan Pilatus het lichaam van Jezus te mogen wegnemen. En Pilatus stond er toe. Hij dan ging en nam het lichaam van Jezus weg. We weten uit de andere evangeliën dat Jozef van Arimathea heel rijk was. Dat Jozef van Arimathea ook in de Joodse raad zat eigenlijk, bij het Sanhedrin. Hij was een volgeling van hem in het geheim. We hebben in Johannes 12 al gezien dat er best wel wat waren die geloofden in Jezus, ook van de Sanhedrin. Maar eigenlijk de eer van mensen lief hadden. Maar toch komt hij nu wel naar buiten, naar Pilatus toe, om dat lichaam te vragen. En Nicodemus hebben we in Johannes 3 gezien. En wie Jezus uitlegt, je moet opnieuw geboren worden om het koninkrijk van God te zien. En die eerst 's nachts naar Jezus toegekomen was, staat hij specifiek bij. Vers 39. Hij kwam ook en bracht een mengsel van mirre en aloë mee, ongeveer 100 pond. Dat zijn andere ponden dan onze ponden. Dan zou het heel veel gewicht zijn. Maar in ieder geval, je ziet hier deze mannen, die zijn bewogen over wat er met Jezus gebeurd is. En ze namen dan het lichaam van Jezus en wikkelden het in linnendoeken. Met de specerijen, zoals de gewoonte van de Joden is bij het begraven. En er was bij de plaats waar hij gekruisigd was een hof. En in de hof was een nieuw graf, waarin nog nooit iemand gelegd was. In Jesaja 53 staat ook dat hij bij de rijken gelegd zal worden. Jozef van Arimathea was rijk, dus waarschijnlijk dit graf onder de rijken, waarin nog nooit iemand gelegd was. En daar nu legden zij Jezus vanwege de voorbereiding van de Joden, omdat het graf dichtbij was. Uiteindelijk zie je dat de vrouwen ook bezig zijn geweest met het balsemen van Jezus. En daar willen ze dan na de Sabbat mee verder. En komen ze eigenlijk bij het graf om daarmee verder te gaan. En dan gaan ze ontdekken dus dat Jezus, het graf de steen ineens is weggerold. Ik zal het verder niet verklappen wat er gaat gebeuren nog. Maar het is wel, het blijft een verhaal. En als we misschien denken van ja, ik ken dit verhaal nog wel. Hè, dus gesneden koek voor me. Dan moeten we echt in ons denken iets veranderen. En zeggen van nee, dit moet bijzonder voor me blijven. Ik moet echt mij hierop focussen dat ik weet van wat Christus gedaan heeft. Dat als wij, hij heeft de wet vervuld. Als we eigenlijk bij het hemelse tabernakel komen. Je komt binnen, dat kan alleen via de toegang door het kruis. En dan zie je het altaar waar Jezus geslacht is. Hier is het altaar waar de dieren geslacht werden. Daarna kom je bij het koperen wasvat. Daar reinigden de priesters zich. En ze reinigden zich daar om het heilig in te kunnen. Zo worden wij gereinigd door het badwater van het woord. Efeze 5. Heilig en in uw waarheid. Uw woord is de waarheid. En dan kom je eigenlijk in het heilige. En dat het heilige is bedoeld. Hè, dat ons lichaam is het tempel van de Heilige Geest. En het licht moet branden. Jezus wandelde ook te midden van de gouden kandelaren. Te midden van de kandelaren. Het licht moest altijd branden in het heilige. Daar was de voorziening van God. Het brood, het fysieke brood en het geestelijke brood. En je had het reukofferaltaar waar het reukwerk opging. Maar wanneer de priester daar reukwerk bracht, dan zie je eigenlijk ook bij het verhaal van Zacharias dat het volk buiten ook staat te bidden. En dat we bidden tot God en aangename geur brengen. Een lof van de lippen. En we hebben nu vrij de toegang tot de Vader. Omdat het voorhang gescheurd is. Mocht alleen de hoge priester één keer per jaar, mocht hij daar komen om verzoening te doen voor het hele volk. En dit is wat Jezus eigenlijk vervult. En dit noemen we de troon van genade. We hebben nu vrij toegang tot de troon van genade. De mercy seat. Dat was de plaats
midden op de ark van het verbond. Het verzoendeksel. Daar heeft Jezus eigenlijk verzoening volbracht, zeg maar. Dat is wat hij allemaal vervulde. En daar mogen we enorm dankbaar voor zijn.